Wordt Isabel de eerste Zeeuwse winnaar van The Voice? Het is vrijdag 17 februari. Dit is Zeeland Nu. Spanning stijgt voor jonge zangeres. Voorlopig geen boete voor oude auto's. Een nieuw continent vernoemd naar onze provincie. Dag dames en heren, het is erop of eronder voor de Middelburgse zangeres Isabel Provoost. Vanavond staat ze als eerste Zeeuw in de finale van The Voice of Holland. Na audities, battles en liveshows is ze overgebleven met drie andere kandidaten. Het wordt een zenuwslopende avond. Ik ben een beetje licht gespannen, maar ik heb er vooral heel veel zin in. Ik had echt nooit verwacht dat ik zover zou komen. Daarom was mijn reactie ook zo heftig, omdat ik het gewoon echt 0% verwacht had. Gewoon echt helemaal niet. Kansen inschatten vind ik echt heel moeilijk. Maar ik denk niet dat ik ga winnen. Maar ik hoop het natuurlijk wel. Maar ik ga gewoon ontzettend mijn best doen. Dus ik hoop dat het gewoon iets moois wordt. Kun jij je voorstellen dat je over 5 of 10 jaar... of misschien wel 15 jaar... met je zoontje of je dochtertje op de bank zit en dit terugkijkt? Ja, dat zou ik wel doen. Het lijkt me gewoon onwijs gaaf om dat te laten zien. En laten we dan hopen dat je aan het eind van dat filmpje kan laten zien dat je gehuldigd wordt als de eerste Zeeuwse Voice of Holland. Ja, ik hoop het. Dat zou heel leuk zijn. Nou, Isabel is er klaar voor. En in Hilversum op het Mediapark, waar de finale straks plaatsvindt, is verslaggever Michiel van der Velde. Michiel, merk jij al iets van die finale spanning? Ja, je merkt wel dat de eerste fans nu al aankomen druppelen, want het leeft toch wel, hè? En de echte diehards, die zijn er al. Hans Burg, Zuidoost-Kapelle is er ook. Ja, Hans, voor jou ook een spannende avond. Jij hebt Isabel min of meer ontdekt, hè? Nou, ontdekt, dat is een heel groot woord. Ik heb er een aantal jaar geleden naar het Glazen Huis in Oost-Kapelle gehaald. En vanaf het moment dat we samen gerepeteerd hebben, probeer ik je te helpen daar waar het kan. Maar ze doet het fantastisch, dus. Wat denk jij dan vanavond, die finale? Ja, het is ik denk dat het een uniek gebeuren wordt voor haar, maar ook voor heel Zeeland. En ja, het zou simpel zijn om te zeggen 25% kansen, maar ik denk dat ze veel meer kansen hebben. Zeker als ze heel Zeeland helpt om mee te stemmen. Ja, heel Zeeland moet gaan stemmen vandaag. Hoe gespannen ben jij? Ja, gezond gespannen. Ze doet het allemaal zelf en dat doet ze ongelooflijk goed. Maar het trilt, dus het komt eraan. Ja, sterkte vanavond. Het gaat lukken, dankjewel. Ja. Ja goed, Hans Burgs die heeft er dus in ieder geval zin in. Wij waren ook wel benieuwd hoe de Zeeuwen erover denken. En dan wel in Isabels woonplaats Middelburg. Mevrouw, als ik zeg Isabel Provoost, wat zegt u dan? Ja, dat heb ik gelezen. Die zingt. Ja, dat is het geloof ik, hè? Dat is een meisje die meedoet aan de Voice of Holland of zoiets. Geen idee wie het is. U kijkt wel eens televisie? Ja. De Voice of Holland? Nee, kijk ik niet. Isabel Provoost, die doet mee aan het zingen op... Ja, precies. Programma weet ik niet eens. Maar The Voice of Holland? The Voice of Holland, ja. Kijkt u dan, hè? Nee, we hebben de laatste keer wel een keer gekeken. Maar. Wat denk je dat ze gaat doen vandaag? Ja, ik hoop dat ze gaat winnen. Ja. Heeft ze een kans? Ja, ik denk het wel. Ik geloof het wel, ja. Dan zouden we voor het eerst in ons hele leven een Zeeuwse winnares hebben. Ja, dat zou toch mooi zijn? Het zou in ieder geval leuk zijn. Ik weet verder niet hoe het ligt met andere kandidaten. Maar ik denk dat het wel een mooie aanwis zou zijn voor Zeeland als wij ook een Voice winnares hebben. Ga je kijken? Ja, zeker. Met chips en cola? Ja. Heel veel plezier. Ja, dank je wel. Middelburg staat achter Isabel in ieder geval. Michiel, hoe schat jij de kans in voor winst of niet? Ja, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Ze zijn nog met z'n vieren. Halverwege die show valt er één af. Die jongens moet Isabel wel kunnen hebben, hoor. Als je de afgelopen week hebt gezien... Ze heeft een prachtige stem, dus dat moet wel lukken. Maar ja, Pleun Bierbooms, dat is nou de goede. Dat is eigenlijk de grote gedoodverfde favoriet. Die moet het gaan doen vandaag. Tenminste, dat wordt overal gezegd. Maar wij hopen natuurlijk voor Isabel. Het gaat allemaal gebeuren hier in die studio's hierachter. Daar wordt vanavond bepaald wie die Voice of Holland is. Het zou natuurlijk mooi zijn als dat voor de eerste keer een Zeeuwse is. Dat zou het inderdaad. Michiel, dank je wel. Vanavond op onze website en via social media natuurlijk reacties. En morgen niet te vergeten te luisteren naar Omroep Zeeland Radio. In het programma Weekend praat Elias den Hollander met Isabel. En dan blikken ze natuurlijk terug op de finale.
Nederlanders die met een oude auto door het centrum van Antwerpen rijden, krijgen voorlopig geen boete op de mat. Sinds 1 februari is het centrum een zogeheten milieuzone en worden oudere auto's geweerd. De Nederlandse en Belgische federale regering hebben wel afspraken gemaakt over het uitwisselen van persoonsgegevens. Maar de milieuzone van Antwerpen is een regeling van de Vlaamse regering. En met die regering heeft Nederland dan weer geen verdrag afgesloten. De Vlaamse mobiliteitsminister benadrukt dat er aan een oplossing wordt gewerkt. Les krijgen en tegelijk soep koken voor het goede doel. Elke vrijdag maken leerlingen van het Reinhard College in Hulst een volle pan soep voor stichting De Mellekan. Die stichting helpt mensen die het zwaar hebben, maar net niet in aanmerking komen voor de voedselbank. Zal ik hem even een beetje vasten? Hou ik een beetje de bovenste. Kijk, doe het zo. Zie je? Zo voorzichtig erin doen. De leerlingen vinden het over het algemeen leuk om te doen. Ze vinden het eigenlijk altijd leuk om te koken. En ik weet niet of ze het toe zullen geven, maar ik denk dat ze het stiekem ook wel leuk vinden dat ze het doen voor andere mensen. Dat ze het gevoel hebben van, hey, we doen ook eens iets goeds voor andere mensen. Iedere week schuiven er bij de stichting zo'n 20 mensen aan voor de lunch. En ook deze week valt de soep goed in de smaak. Ja, die smaakt voortreffelijk. Heerlijk. De wereld heeft er een continent bij. En de wetenschappers die het ontdekten, hebben het naar onze provincie vernoemd. Het heet Zeelandia. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Het zevende continent en dan Zeelandia of Zeelandia. Nou, daar mogen we natuurlijk als zeven enorm trots op zijn. Zeelandia heet zo omdat onder meer Nieuw-Zeeland eronder valt. En Nieuw-Zeeland heet zo, tja, dat is eigenlijk puur toeval. En je moet je voorstellen, al die Hollandse en ook trouwens Zeeuwse ontdekkingsreizigers, die hebben natuurlijk links en rechts allerlei eilandjes vernoemd naar Middelburg, naar Vlissingen, noem maar op. En grote continenten kregen dan naam bijvoorbeeld van de gouverneur, of in het geval van Australië werd dat Nieuw-Holland genoemd. En een beetje als tegenhanger van Nieuw-Holland dacht men bij de VOC, laten we Zeeland ook lekker vernoemen. En dat werd dus Nieuw-Zeeland. Hoe dan ook, een beetje promotie voor onze provincie dus. Naast Australië komt voortaan ook Zeelandia in de aardrijkskundeboeken. Een beurs vol miniatuurauto's, boten en treinen. Dat is de modelbouwbeurs dit weekend in de Zeelandhallen in Goes. En een van de treinbanen wordt op een hele bijzondere manier naar de beurs gebracht. Op de fiets vanuit Middelburg naar Goes. Deze treinbaan van Klaas Sondervan is komend weekend te zien in Goes. Daarvoor moet hij de hele baan inpakken, zodat hij in zijn fietskar past. Waarom gaat u met de fiets met deze spoorbaan? Nou, de eerste reden is dat ik geen auto heb. En een andere reden is dat ik het eigenlijk wel een uitdaging vond om het op deze manier te doen. Omdat je dan niet meer afhankelijk bent van iemand anders. En het is ook wel een aardige stunt om het aan te pakken. Centraal langs het spoor staat station Without, dat een kopie is van het station van Arnhem-Muiden. Ik heb de gebouw gekozen omdat het voorbeeld in Arnhem-Muiden staat. En dat is hier vlakbij. Als ik daar iets over wil weten, dan ga ik er op de fiets gewoon naartoe om te kijken hoe iets eruit ziet en hoe groot het is. Zo heeft die fiets toch wel een behoorlijke rol gespeeld als we naar deze treinbaan kijken. Ik maak heel wat fietskilometers, ja. Dat gaat vanzelf als je geen auto hebt. Wat komt daar dan allemaal bij kijken om dit straks mee te kunnen nemen? Ja, het moet op een heel speciale manier ingepakt worden en in en op die kar geladen. Met een zeiltje erover en dan kunnen we gaan rijden. Het is een kwestie van passen en meten. Dan wordt het tijd om de baan in te gaan pakken voor de beurs. Het hele proces van voorzichtig afbreken en inpakken duurt een paar uur. Maar dan is met het laatste stuk alles klaar voor vertrek. Bent u nou niet bang dat er iets kapot gaat onderweg? Nee hoor, dat valt wel mee. Het is een kwestie van je snelheid aanpassen als het al erg hobbelig wordt. Maar voor de rest zoek ik zoveel mogelijk asfaltpaden op. En dan toch de brandende vraag. Het is een fietskar die zo'n 70 kilo weegt. Hoe lang is deze trein al onderweg van Middelburg naar Goes? Ik heb gepland om 3 uur over te doen. Misschien dat het korter is omdat ik wind mee heb. Maar vertraging ziet u niet gebeuren? Dus het kan altijd gebeuren. Dus ook je kan een lekker band krijgen, dan wordt het even wat anders allemaal. Komend weekend is deze treinbaan weer uitgepakt te zien op de modelbouwbeurs in Goes.
Ja, op wie kan Zeeland rekenen in politiek Den Haag? De ogen zijn vaak gericht op de Zeeuwse Kamerleden, De Vries, Vermu en Bosman. Maar de afgelopen maanden leek het toch vaak juist oppositiepartij SGP te zijn die voor Zeeland vocht. Toeval of niet? De SGP klom de afgelopen maanden vaak zichtbaar voor Zeeland op de bres. Of het nou ging over de noodlijdende kerncentrale, een tweede universiteit in Zeeland, of om een Zeelandfonds dat de Zeeuwse economie weer een slinger zou moeten geven. De drie Kamerleden komen niet uit Zeeland, dus dat kan hem niet wezen. Het ware geheim blijkt hem te zitten in de fractiemedewerkers. Vier van de acht komen wel uit Zeeland, al wonen ze er nu niet meer. Ik ben Hans Maljaars, ik woon nu in Woerden, maar ik kom uit Achterkerken, Walcheren. Arnoud Proos, afkomstig uit Middelburg. En helaas niet meer woonachtig in Zeeland. Wel veel familie daar, dus elke paar weken dan rijken we op en neer. Mijn vrouw komt er ook vandaan. En ik zou er wel voorstander van zijn dat het parlement naar Middelburg ging. Nou, dat vind ik inderdaad een heel goed idee. Ik ben Eline van der Bossen en geboren en getogen in Capelle Biezelingen. Nu woonachtig in Rotterdam, omdat het naar Den Haag echt te ver is. Ik ben Menno de Brune. Ik ben geboren in Goes, getogen op Noord-Beveland, op Colijn. En ik woon nu in Den Haag. Voorlichter Menno de Bruyne is een van de meest in het oog springende Zeeuwen van de fractiemedewerkers. Volgens hem beïnvloeden de Zeeuwen het beleid wel degelijk. Ja, weet je, het is natuurlijk zo dat er ons mee in koren zitten te praten over allerlei dingen die er langskomen. Dat de vier Zeeuwen, op het moment dat het over Zeeland gaat, de oren even spitsen en dan wel even opletten. En ook zelf dingen aandragen? Ja, zeker weten. Kijk, men heeft natuurlijk ook een grote achterban in Zeeland. Dat wil dus zeggen, we krijgen veel signalen van de mensen zelf. Van weet je dit of hij dat gehoord of kan je dit niet ons meehelpen? En dan ben je natuurlijk de broerste niet. De SGP heeft altijd een hechte band met Zeeland gehad. De partij is in 1918, dus bijna een eeuw geleden in Middelburg opgericht. Plus er wonen in Zeeland veel SGP-stemmers. Maar de inzet van de SGP het afgelopen halfjaar voor Zeeland vestigt ook de aandacht op de Zeeuwse Tweede Kamerleden. Wat hebben zij voor Zeeland gedaan? De gedrevenheid van de SGP voor Zeeland lijkt op het eerste gezicht in schril contrast te staan met de drie echte Zeeuwse Kamerleden. Joyce Vermuyen en Albert de Vries van de PvdA en André Bosman van de VVD. De drie Zeeuwen steunden de SGP-moties voor Zeeland niet of nauwelijks. En dat is toch wel raar, vinden ze bij de SGP. Wat mij een beetje irriteerde in die debatten is dat ongeveer elke woordvoerder begon van nou, ik kom uit Zeeland. En ik vind Zeeland heel belangrijk. En we moeten opkomen voor Zeeland. Maar vervolgens kwam er een flauwekul verhaal waarbij je zegt van jongens, ja, dat is leuk dat je uit Zeeland komt, maar wat heb ik eraan? Nee, nou wordt hij mooi, zegt de Vries van de Partij van de Arbeid. Nou, ik denk dat ik ervoor gezorgd heb dat die SGP überhaupt een podium had. Hè? De Partij van de Arbeid heeft in dat hele Delta-debat gevraagd om een rapport te laten maken over de economische structuur van Zeeland. Dat is het rapport Balkenende geworden, met tal van adviezen erin. Dat is de Partij van de Arbeid die daarvoor gezorgd heeft. En wij hebben de invloed wel degelijk gehad, maar meer op de achtergrond. En zo werkt het in Den Haag. Want een oppositiepartij als de SGP heeft het volgens de Vries nou eenmaal makkelijker dan de partijen VVD en PvdA in de regeringscoalitie. Nou kijk, de oppositie die hoeft eigenlijk nergens rekening mee te houden. Dus die kan echt alles in een motie opschrijven waarvan ze denken dat het goed klinkt. Of dat ze het ook misschien wel precies willen. Maar of het dan ook kan, daar hebben zij niet zoveel aandacht voor als een partij die ook verantwoordelijkheid draagt. Alleen maar iets roepen, dat is ook niet zo mijn stijl. Ik wil graag iets bereiken. En dan is het verstandig om na te gaan of je een meerderheid hebt. Het was een overwegend droge dag vandaag voor de liefhebbers. Als je goed kijkt, dit zijn grauwe ganzen. Nou, vanmiddag bleef het droog, het werd 9 graden. En ook deze bloemen hebben we even opgezocht. Winteraconiet. Ze bloeien alleen in deze periode. Nou, morgen is het rustig februari weer met wolkenvelden, wat zon. En het blijft droog, het wordt 8 à 9 graden. En dan waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Ja, ik weet niet of u het vandaag heeft gemerkt, maar het is Doe Eens Vriendelijk Dag. De dag waarop je extra vriendelijk bent tegen iedereen die je tegenkomt. Ja, 1 dag per jaar, dat zou iedereen nog moeten kunnen, denk ik. Maar het hele jaar door, dat is natuurlijk iets anders. Het kan wel. Hier is het levende bewijs. Ben Verberk uit Drilland. Goedemiddag. Ben houdt de binnenstad van Groepschoon. Hij kent iedereen. Willem, goedemiddag. En iedereen kent Ben. Wordt een beetje op met die stofzuiger van je? Goedemiddag, jongeman. Goedemiddag.
En Ben heeft nog meer kwaliteiten. Ik ben de assistent van de burgemeester, ook al staat dat niet in mijn functie omschreven en zo. Word je ook niet voor betaald? Nee. Hij is dagelijks in het centrum, gaat met mensen om en niks is voor hem te veel. Hij helpt ze altijd, wijst ze de weg, is bereidwillig, heeft een vriendelijk woord voor iedereen. En dan zie je, als je zelf aardig bent, dan ontmoet je ook aardigheid. Hè? Zo werkt het wel. We gaan weer verder met ons werk. Jij en ik. Dan maak René en Ben Verberg sterk. Ja, oké. Okay. Hey, ik zie je weer. Goedemiddag. Ik loop heel even kort hier naar binnen, want een kind is pas aangereden door een automobilist. Door een scooter is hij aangereden, langs achter. Zij stond stil. Hij is zeker tegen iedereen aardig, maar bijna iedereen. Als je door de straat heen fietst, dan is hij iets minder aardig. Maar verzoek je wel vriendelijk om af te stappen. Ik ga elke dag met de lach en plezier en verteer in de Goese binnenstad aan de Zwie. Hey, goedemiddag Danny. Ben die komt hier natuurlijk dagelijks voorbij met zijn mega stofzuiger. En het is gewoon een fijne vent. Altijd even een praatje, even een bakje koffie drinken. Als er een sociaal is Ben het wel. Gouwe gozer. Goedemiddag. Ja, dan tot slot nog goed nieuws voor de treinreizigers. Want als het aan de NS ligt, rijdt er vanaf 1 juni een vroegere ochtendtrein naar Zeeland. En daardoor kun je vanaf dat moment al iets na 7 in Vlissingen aankomen. Nu is dat nog na 7:30. Onlangs liet de NS ook al weten dat er in Zeeland 's ochtends en 's avonds een snelle intercity bijkomt. Ja, dat was Zeeland Nu voor vandaag. Zometeen terugkieken. Het gaat deze keer over het roken van toen en van nu. Nog een mooie avond en alvast een goed weekend. Dag.